Asia heeft er al een tijdje last van dat ze de informatie die ze krijgt van medewerkers van een overheidsinstantie niet begrijpt. Ik ben benieuwd of de nationale ombudsman haar kan helpen en hebben afgesproken met Cheryl. En nou is Razia's klacht dat ze de taal niet begrijpt, dat het te moeilijk is. Maar hoe zoeken jullie uit of dat zo is? Nou, wij gaan dat onderzoeken. En dat doen we onder andere aan de hand van de documenten die Razia naar ons opstuurt. Dat zijn, als het goed is, brieven van de instantie die ze heeft gekregen. Dus daaraan kunnen we zien van nou, wat is het taalgebruik? Wij willen eigenlijk dat beide partijen hun verhaal kunnen doen. En wij kijken ook niet naar goed of fout, maar naar ja, hoe ga je met mensen om? En als jullie dan bezig zijn met zo'n onderzoek, welke kanten kan het dan allemaal op? We kunnen het niet eens zijn met de klacht. Dan heeft de persoon die de klacht bij ons heeft ingediend geen gelijk. Dan sluiten we het af met een brief en dan is dat het. Het kan ook zijn dat we het wel eens zijn met de klacht en dat de persoon die de klacht heeft ingediend dus gelijk heeft. Hoe pak je dat dan aan met zo'n instantie? Aan het einde van het onderzoek heb je of een brief of een rapport. Dus dan zouden we de instantie kunnen adviseren van jullie taalgebruik is te moeilijk. Wij als ombudsman zijn van mening dat Razia in deze gelijk heeft. En dat het taalgebruik te moeilijk is. Misschien kunnen jullie dat aanpassen. Ja, dankjewel. Ik denk dat Razia je heel blij mee gaat zijn. Graag gedaan.